Als je kijkt naar de kwaliteit in het team, dan heb je gewoon genoeg kwaliteit om die play-offs in te gaan. En het is een feit dat we te laag staan. Voor een club als NEC moet je gewoon veel hoger staan. Ja, ik kijk toch altijd vanuit de voetballen, want ja, vanuit de voetbal moet je wedstrijden winnen en uiteraard moet je doelpunten voorkomen. Maar ja, is het wel belangrijk om morgen vooral tegen Utrecht het heft in handen te nemen. En dat kan je alleen maar doen door te voetballen. En als voetbal niet kan door lange ballen te spelen, maar in ieder geval de druk daar neerleggen om het Utrecht zo snel als mogelijk lastig te maken. Ik kom uit Tiel inderdaad, dus wel een beetje opgegroeid in deze omgeving en ik ken de strijd tussen NEC en Vitesse. Dus veel vrienden van mij die zijn NEC-fan, sommigen zijn Vitesse-fan. Dus ja, dit is niks nieuws voor mij, zeg maar. Hoe keek jij vroeger vanuit Tiel naar NEC? Ja, NEC eigenlijk toen altijd, jij bent opgegroeid met NEC als eredivisieclub natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat ik nooit echt fan geweest ben van een club. Dus het is niet dat ik Ajax-fan of Feyenoord-fan of NEC-fan was. Theole, ik kwam uit de jeugd van Theole inderdaad. En kijk, NEC was de dichtstbijzijnde BVO-club. Dus ik hoopte altijd wel dat NEC me zou scouten, maar toen kwam Willem II. Maar via een omweg alsnog? Via een omweg alsnog, inderdaad. Dus het is wel mooi om hierin te gaan spelen bij een club in de buurt. En ook fijn voor mijn ouders die dan niet zo ver hoeven te reizen in ieder geval.